Ah, goedendag. Welkom in Hotel La Pucelle. We zijn vandaag in Sint-Anneland, want ik ben op weg naar Marleen. En die krijgt vandaag de allereerste sleutel voor Hotel La Pucelle. Gaat u mee? Ik ben in Nederland niet echt goed geholpen. Ik ben meerdere keren gediagnosticeerd met foute ziektes. En ik ben zelfs voor psychisch behandeld. Maar het bleek het allemaal niet te zijn. Totdat er iemand kwam. Twee mensen kwamen die eigenlijk zeiden, we denken dat je Lyme hebt. En toen ben ik naar Duitsland gegaan. Op een duur kreeg ik ook steeds meer verlammingen aan twee benen en een linkerarm en mijn oog. En ik kon ook niet meer praten op een duur. En er kwamen coma's en die duurden meestal meerdere uren. En op een duur werd het zo erg dat ik dacht dat ik het niet meer zou halen. Ik kwam in Duitsland en in de eerste week zei de dokter al, stress is je hoofdpijn is stress voor je lichaam. Dus dat mag niet. En binnen een week was mijn hoofdpijn al weg en mijn coma's waren weg. En toen aan de medicijnen gegaan. En in de vijfde week kreeg ik beweging in mijn arm. En langzaamaan gingen mijn benen ook steeds meer. En toen heb ik leren lopen langzaamaan. En voor mij was het echt voor het eerst dat er eigenlijk een dokter echt naar me luisterde. En als er iets was wat hij niet wist, dan zorgde hij ervoor dat hij erachter kwam. Ja, ons gezin is eigenlijk, heeft 2 jaar bijna zijn we niet samen geweest. Ik lag constant in het ziekenhuis. Vaak met mama en ook wel eens met papa. En mijn broertje was altijd thuis met mijn moeder of mijn vader. En ik was dan vaak in het ziekenhuis eigenlijk alleen maar met rare diagnoses. En elke keer hoopte je weer dat dat het was. En dan vertelde je weer familie en vrienden van ik heb deze diagnose. En een paar maanden later had je weer een andere diagnose. Dus niemand snapte eigenlijk wat het was. En wij zelf ook niet. We waren gewoon zoekend. En nu probeer ik het duidelijk te maken naar de buitenwereld. Hoe het eigenlijk is om met een ziekte te leven. En dat post ik dan nu op Instagram en Facebook. En probeer het duidelijk te maken. Ik krijg heel veel reacties op Instagram vooral. Sinds ik ben gaan posten over mijn ziekte heb ik er 2000 volgers bij gekregen. Ik krijg heel veel reacties van andere mensen die ook ziek zijn of die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Of mensen die hele andere dingen hebben. En die zeggen, je bent een inspiratie voor me. En dat vind ik heel leuk om te horen. Ik speel heel graag muziek. Ik zat op de vooropleiding conservatorium. Zit nu nog steeds, maar ik kom er al 2 jaar niet meer door de ziekte. Ik hou heel erg van de stukken van Einaudi en dat zou ik ook heel graag voor een keer voor een groot publiek willen spelen. Dag Marleen, ik ben Pierre, hoofdpico van Hotel La Pucelle. Ik ben Marleen. Marleen, ik kom even thuis. Marleen. Ik ben hier natuurlijk niet voor niks, want ik heb een hele speciale verrassing voor jou. Want jij bent de allereerste gast in Hotel La Pucelle. En daarom heb ik de koffer meegenomen met alle sleutels. En dan mag je zelf een kamertje uitzoeken. Is dat leuk? Ja. Kijk, dat zijn ze. Zoek er maar eentje uit. Zo,
Nummertje 2, de Presidential Suite. Wat een goede keuze hoor. Zo. Nou, zoals u ziet, de eerste sleutel is vergeven. En wilt u maar alleen al live zien spelen? Kom dan juni 2019 naar Hotel La Pucelle. Inderdaad. Nou, tot dan hè. U ook. Dag.